Vakbonden vinden de 1000 SRD bruto die ambtenaren vanaf eind juni krijgen niet genoeg. Michael Miskin, secretaris-generaal van de CLO, is wel ingenomen dat de regering na 10 maanden de ambtenaren tegemoet komt. Echter, met de huidige financiële situatie verwachten de ambtenaren iets meer. Miskin had liever dat het bedrag netto uitgekeerd werd. Het is nu wachten op de goedkeuring van het herstelplan waarin 25% verhoging voor ambtenaren is opgenomen. Ja, dus we kijken ook naar met grote belangstelling uit naar wat de goedkeuring wordt in het parlement en welk bedrag opgenomen zal worden voor de uiteindelijke loonsverhoging die aan de ambtenaren gegeven moet worden. Deze 1000 SRD is geen overeenkomst tussen de regering en de vakbeweging. Het is iets wat de regering zelf heeft gegeven. Het is niet ongebruikelijk bij de regeringen in 2000, 2005, 2011 en 2016 heeft de regering ook bij het treffen van maatregelen uit zichzelf gegeven aan de ambtenaren. Maar wij kijken uit naar wat wij kunnen overeenkomen. Imro Edam, voorzitter van de bond bij het Strands Hospitaal, geeft aan dat het ziekenhuispersoneel elke financiële ondersteuning toejuicht. Echter zegt hij dat ze niet veel hebben aan een koopkrachtversterking die belast is. Want men praat over 1000, maar in principe is dat geen 1000. Het is gewoon 500 zoveel dat men gaat krijgen in handen. Dan in principe helpt dat niet. Maar wanneer het zou gaan over de verhoging van de salarissen van de gezondheidszorg, daar hebben we daar nog niet over gesproken. En daarover gaan we nog moeten onderhandelen met de regering. Wat de regering althans aangeeft om met de koopkrachtversterking, juichen we dat toe. We gaan nooit nee zeggen, maar ten aanzien van de zorg hebben we onze klimaat nog niet bereikt, want we praten over loonsverhoging. Wij praten niet over koopkracht versterken. We praten nu over loonsverhoging naar de gezondheidszorg toe. Dat was Imro Edam, voorzitter van de bond bij het Slands Hospitaal. Hij vindt dat vanwege de devaluaties die er zijn geweest in de afgelopen periode, het ziekenhuispersoneel een betere waardering moet krijgen.